Hi, ik ben Karel van Herwaarden. Ik ben beeldend kunstenaar. En ik heb vorig jaar, net voor de toeslaan van de corona in Nederland, geëxposeerd in de melkfabriek. We staan nu in mijn atelier, in de Beeld 2-fabriek. Ik sta voor een heel grote tekening van mij, dus daar kijken jullie de hele tijd naar. De tekening heet Shelter Island. Ik ben al een hele tijd bezig. Ik heb altijd in Amsterdam gewoond en gewerkt. Daar werk ik nog, dus deeltijd in mijn atelier in Amsterdam en in Den Bosch. Ik ben als tekenaar, dat is mijn basis. En later, nou vooral de laatste jaren ben ik steeds meer driedimensionaal gaan werken. En dat verwerk ik vervolgens in mijn tekeningen. Dus de basis is papier. Dus mijn werk gaat heel erg over de lichamelijke sensaties die we ervaren als we andere mensen zien of missen of haten of liefhebben of naar verlangen. Eigenlijk alles wat we aan lichamelijke ervaring hebben opgedaan en opgeslagen. En hoe zich dat in het lichaam nestelt en tot uiting komt. Als ik werk maak, dan is dat in het materiaal wat daarvoor het beste is. Okay. Ik heb na de academie heb ik een aantal jaren in de anatomische collecties gewerkt. Dus eerst bij de natuurhistorische collectie in Leiden, dus dieren. En later de anatomische collecties, dus mensen. En daar had ik een soort zoekopdracht voor mezelf geformuleerd. Ik wilde heel graag door de huid heen kijken. Dus ik wilde zo vertrouwd zijn met de anatomie. Je moet je voorstellen dat jij je lichaam bent. Hè? Als kind ervaar je dat ook. Als je naar je arm kijkt, dan denk je niet dat is een arm. Maar dan denk je dat is mijn arm of dit ben ik. Maar wat ik heel interessant vind is bijvoorbeeld de verhouding van het fysieke lichaam. Hè? Dus het vlees. Dus om heel oneerbiedig te zeggen. We zijn een zak met bot. Bloed en slijm. Hè? En toen ik in die collecties werkte, heb ik daar heel erg die ervaring, die visuele ervaring, onderzocht en steeds opnieuw getoetst aan preparaten die ik zag. Om zo'n soort röntgenbril te ontwikkelen, om door de huid heen te kijken. Tegelijkertijd werd ik geconfronteerd met het werk met aquarellen tekeningen van Joseph Beuys. En toen ontdekte ik aquarel en aquarel past gewoon één op één bij mijn röntgenbril verlangens. Dus als je door de huid heen wil kijken naar wat mensen beweegt, dus niet zozeer naar de anatomie, maar gewoon wat houdt iemand bezig? Bijvoorbeeld als je bang bent of ongelooflijk verliefd, dan draag je je lichaam anders. En die aquarel bleek gewoon fantastisch medium om die transparantie te bereiken. Om door die huid heen te suggereren dat daar een binnenkant was en een persoonlijkheid en alle gevoelens die daarin huizen en rondrazen. Dus dat is een voorbeeld van hoe ik mijn techniek zoek naar aanleiding van wat ik wil zeggen. Op jouw site staat natuurlijk een stukje tekst waarin je zegt: ik wil dat de kijker mijn werk eerst met zijn donder ervaart en herkent, voordat hij het eventueel begrijpt. Het moet rauw zijn, je moet het kunnen ruiken. Kan je hier misschien wat meer over vertellen? Nou ja, ik denk dat de ervaring en de kennis en de intelligentie van ons lichaam vaak erg onderschat is. En bijvoorbeeld, wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. En rationeel hebben we een aantal observaties gedaan, maar dat heeft ons lichaam ook gedaan. En er is gewoon heel veel kennis en ervaring ligt in dat lichaam opgeslagen. En ik houd ervan om kunst te maken die echt bijna als een, alsof je een lichtknopje aanraakt, waardoor je denkt, zo voelt het. Dit is precies wat ik toen voelde. Dus ik wil heel graag dat mijn werk niet is
eerst rationeel van waar gaat het over en oh, nou snap ik het. Maar dat het gewoon hier binnenkomt. Dus dat die filter er tussenuit is. Nou ja, dit werk, Shelter Island, het is een werk uit een hele grote serie. En Shelter Island is voor mij een soort veilige plek waar mensen elkaar ontmoeten en veilig zijn. En ik denk dat dat een heel oerverlangen is van mensen. Ik had 3 mede-exposanten en ik stelde voor van nou, misschien moet de titel van de tentoonstelling Shelter Island zijn. En toen gewoon zo'n melkfabriek die de veilige plek is in de stad waar kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar ontmoeten. En nou, toen gingen we met z'n vieren daarover sparren. En toen kwamen dingen als isolatie, quarantaine en zo erbij. En die corona, we wisten wel dat het in China was, maar we dachten natuurlijk dat ons dat niet bereikte. En dus die titel werd gekozen. En toen bij de opening, ik geloof eind januari was dat, toen werd het al wat grimmiger. Ik geloof dat het in Italië al was en dat mensen die... Het was nog voor carnaval volgens mij, voordat het hier losbarstte. Maar toen had het team besloten van nou, het is wel grappig in verband met die actualiteit om dan chirurgische handschoenen bij de opening aan te bieden en mondmaskers en hygiënische gel en zo, hè, voor de grap. En nou ja, wij vonden het allemaal hartstikke grappig en die mondmaskers gingen 1 seconde op en daarna weer uit. Totdat op het eind van de tentoonstelling die corona echt gewoon een feit werd. En die mondmaskers en de hygiënische gel en zo gewoon ja, iedere dag verplichte kost waren. Ik vond de ruimte aanvankelijk, toen ik hem leerde kennen, vond ik hem vrij drukkend laag. En ook veel kunstlicht. Dus daar had ik wat moeite mee, maar het werk voegde zich gewoon ja, moeiteloos. En ook het werk met van de andere kunstenaars, dat was bijna alsof je met je hand in een goede maat handschoenen schoof. Dat paste gewoon heel goed. En, het is een ruige, harde ruimte. Het vraagt echt iets stoers. Ja, voor mijn werk, ik had grote dingen opgehangen en dat werkte heel goed. Oké. Okay. Nou, ook de samenwerking met het team en de vrijwilligers en ja, de bar en de opening. En ik vond het, ja, het ging. Het was gewoon een hele goede ervaring. Ook leuk om in de stad waar ik werk zoiets te doen.